Dit is Jodie Hens, ze is 27 jaar. Ze heeft autisme en ADHD. Ze woont zelfstandig met een wajonguitkering en doet 2 dagen in de week vrijwilligerswerk. Jodie schreef dit boek, Kleine Piet, over een zwarte Piet met autisme. Waarom dit onderwerp? Omdat het combinatie is van 3 van mijn favoriete dingen. Ik vind schrijven heel leuk, ik schrijf ook al vrij lang. Sinterklaasperiode vind ik een hele leuke periode. En ik schrijf het liefst dingen die dicht bij mij liggen. Vandaar dat de combinatie kwam van, nou ja, dan schrijf ik een boekje over een klein zwarte Pietje dat ADHD en autisme heeft. En ik heb zelf ook ADHD en autisme, dus veel van de dingen waren kenmerkend voor mij of wist ik dat veel voorkwam of heb ik zelf meegemaakt. Waardoor ik het dicht bij mezelf kon houden. Jodie heeft een passie voor Sinterklaas. Eigenlijk nog meer voor Zwarte Piet. Zelf noemt ze het een preoccupatie, een obsessie. Ze heeft het nu onder controle, maar jaren geleden kon ze in de Sinterklaasperiode aan niets anders denken. Ze had het niet onder controle. Als ik het niet onder controle heb, dan is dat het enige waar ik over kan en wil praten. Waar ik me op mijn vrije momenten mee bezig hou. Waardoor mijn normale dagelijkse functioneren zodanig op invloed dat het minder wordt. Dus dat mijn huishouden achteruit gaat, mijn persoonlijke verzorging achteruit gaat, mijn financiën niet meer goed gaan, mijn werk niet meer goed gaat. Met hulp van buiten kreeg ze er weer meer grip op. Kon ze het onderwerp ook loslaten. 2 jaar geleden besloot ze een boek te schrijven over een zwarte Piet met autisme. Het zijn allemaal losse verhalen, zoals deze, waarin Zwarte Piet een begrip letterlijk neemt. Een voorbeeld is, een andere Zwarte Piet vertelt hem, omdat Kleine Piet vervelend is, je kan het dak op van mij. En wat bekend is, kleine kinderen, maar kinderen met autisme en ADHD kunnen dingen nog wel eens letterlijk en figuurlijk nemen. Dus in dit geval gaat Kleine Piet ook werkelijk het dak op. En dat zorgt weer voor situaties dat ze me vanaf moeten halen en al dat soort capriolen. Dus het zijn wel situaties die heel herkenbaar zijn. Jodie is gek op Zwarte Piet. Toen ze 16 was, kocht ze een Zwarte Pietenpak. Toen Zwarte Piet uitgroeide tot een obsessie, kocht ze een 2e Zwarte Pietenpak. Op maat en heel duur. Daarmee speelt ze tegenwoordig regelmatig Zwarte Piet. Gaat dat goed? Ik kan bij vreemden nog steeds wel enigszins terughoudend zijn. En mij proberen het wel zoveel mogelijk te verbloemen door enthousiast mee te spelen en niet zozeer te laten opvallen. En het is aan het eind van de dag ben ik gesloopt. Helemaal kapot moe dat ik thuis kom en ga douchen en ook als het 5 uur middags ik slaap. Wel tevreden, dat zeker, ja. Jodie heeft zelfs een website gemaakt over haar boek. www.kleinepiet.nl. Daar kan het boek besteld worden. Er is geen oplage. Komt er een bestelling binnen, dan wordt het boek bij een vriend in elkaar gezet. Een deel van de opbrengst gaat naar de NVA. Ik heb hier een verhaaltje dat heet Schimmelvlekken. En daarin wordt Kleine Piet gevraagd om Paardenpiet te helpen om Amerika schoon te maken. Ik zal een klein stukje eruit voorlezen. Kleine Piet poetst en poetst. Het zweet staat op zijn voorhoofd. Maar hij krijgt al die vlekken er niet vanaf. Als Paardenpiet even later komt kijken, is Amerika helemaal rood van het boenen. Waarom boen je zo hard? Vraagt hij. Dat vindt Amerika helemaal niet fijn. Ik wil die grijze vlekken er vanaf krijgen. Maar dat lukt me maar niet, zegt Kleine Piet. Paardenpiet moet hard lachen. Wat is er grappig? Vraagt Kleine Piet. Die grijze vlekken, dat hoort daar te zitten. Dat zijn geen vlekken, maar dat is zijn vacht, zegt Paardenpiet.